We zijn bij Coaster Mellen en we gaan even kijken naar het roersysteem wat schipper Karel gemaakt heeft. En wat u nu ziet is dat de twee bladen, die zijn naar beneden. En nu gaan ze omhoog. En dat gaat eerst het bakboordzwaard gaat omhoog. Dit is helemaal uit het water voor de drooggevallen positie. En daarna zal je zien dat ook het stuurroerzwaard omhoog gaat. En in drooggevallen positie steekt er gewoon helemaal niets onder het schip uit. Als je nu aan het varen bent in 30 centimeter water, dan laat je ze zakken tot ongeveer horizontale positie. En dan heb je in feite een dubbel roer wat net onder de, wat een beetje afhankelijk van hoe hoog je de motor op kan klappen, zo onder de motor door. Dus geen balanceertrucs meer met de riem over het hek. We hebben er net mee gevaren en het is ongelooflijk, maar het stuurt super precies en zeer nauwkeurig. En het leuke is ook dat, eigenlijk net als bij katamarans, op het moment dat de boot op een plaat loopt, of een bankje op een droogte, dan klappen de twee bladen gewoon omhoog en die blijven dan in die positie zitten. En dat lukt wegens de elastieke punches die daaraan zitten. Als we nog even verder kijken, dan zien we de constructie die zeer degelijk en zeewaardig van A4 Marine Grade stainless steel is. Wellicht ietsje aan de degelijke kant, maar ik weet zeker dat je dat beter kan hebben dan dat je spijt hebt en ergens wegens gewichtsbeparing zit, maar dat het dan niet meer werkt. Het originele roerblad is natuurlijk niet meer aanwezig. Er is een constructie gemaakt en ook met een speciaal roerlager. Er zit natuurlijk aan de onderkant ook zo'nzelfde lager. En als je er wat vaker mee gewerkt hebt, dan gaat het allemaal in één keer goed. Klik. Die gaan we nog een keer van dichtbij pakken. Nee. Nee, ik zie het niet. Zo. Kun je hem er nog een keertje afhalen, Karl? Ja. Die, ja? Moment. Ik moest eerst de draad pikken. Klik. En los. En hij gaat er weer op. En de shirt clip erin als borg. Van achteren ziet het er zo uit. En weer terug inderdaad. En je ziet hier dat de drijfstang die het aanstuurt. Werkt tadeloos uit eigen ervaring. De hetjes die je hier ziet, die hebben eigenlijk als functie om de bevestiging van de roerplaten vast te kunnen maken. En ze zijn verder van belang. Werkt erg handig, moeten we zeggen. Dit is Coaster Mellen.